Toen Christoffel Plantijn zijn drukkerij uit de grond stampte, waren het woelige tijden. De katholieke kerk voerde strijd tegen protestantse stromingen als het Calvinisme en de Lutherse kerk. En voor wie kies je dan als drukker? Plantijn wedde op twee paarden. Hij drukte in het geheim voor Calvinistische klanten en hij wilde in de gunst komen van Philips II, de strenge Spaanse katholieke vorst. Hier, in dit kantoor, schreef Plantijn een brief aan Gabriel de Zayas, de secretaris van de Spaanse koning, om sponsoring te vragen voor zijn nieuwe polyglotbijbel. Niet eenvoudig, als je van alles te verbergen hebt. Meneer de secretaris, hola, wat nieuws? Wel edelgeboren Felipe II, koning van Spanje. U hebt een brief gekregen van Christoffel Plantijn. Ah, Plantain, CC, si, si, die druk, ratamberes, hè? Eh? Oké, okay, wat uh, schrijft hè? Eh? Het is een multiple choice brief, majesteit. Ah, oui. U moet We eh, moeten. Eh, schrappen wat niet past. hè? Ah, Zoals so een spel, hè? Eh? Oh. Vamos, vamos! Eh, plantain, hij eh, ja. schrijft. Mm -hmm. A. Ah, Hogeerde vorst. B. Majesteit, majesteit. En C. kolossale koning der koningen. Oh! Ha. Moeilijk, moeilijk. Het is een zeer goed begin van die brief. Ja, maar, we ah, moeten kiezen. Maar we ja, maar ik vind die allemaal goed. Ik kan niet kiezen. Goed. Ik schrijf u deze brief om u a. zeer vriendelijk te vragen, b. met aandrang te verzoeken. Nee, 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 niet met aandrang vriendelijk vragen, e, hè? Eh, vriendelijke vragen e, om ook kostbare tijd te besteden aan een prestigeproject. project. Ah, prestige, mooi bien. <laughs> Namelijk het droeken van een A. prachtige brandweerkalender met illustraties. <laughs> B. een pamflet tegen de protestante peoples. Of C. een polyglot bijbel. Mm, ik twijfel tussen die peoples en die bijbel. U moet kiezen, meester. Alte! Oh, nee. Oké, okay, doe maar die bijbel dan. Die, die, die protestantse raten gooi ik wel op de brandstapel. En dan lees ik mijn nieuwe bijbel gezellig bij knetterende hard vuur. <laughs> ja <laughs> ah, ja, de aardvoer bij de knetterende ketters. <laughs> ja, sí, knetter in de knetterende ketters. Ja, 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 de Knetterende ketters. Valentijn schrijft dan nog uh, voor de financiële regeling. Kan u kiezen tussen. a uh, Gaatstaven, B, a zakken vol mondstukken of C, een schuldbekentenis met opvoekerinteresse. Ja, Doe do maar dat gaat Maar majesteit, de schattenkist is leeg. Zie, si, zie, si, ik weet dat hij gaat dat, maar dat wat hij plant niet. Hè? Oh, hier, stoer die maar aan een, een voorschotje. Hè? Dat zou verder dan gaat. Nou, er staat enkel nog met de vriendelijke groeten diepgebogen achting uh, plantijn. Ik heb toch maar diepgebogen. Het was geen multiple choice dit, hè? Ah, ga nu maar, uh, meneer de secretaris, uw koning is uh, schrap wat niet past. A, moe. B, laai van nature. Of C, een vaatse worst. Hm? Eh... Ah, moe. Het is fout. Het juiste antwoord is B. La. Ah, caramba. Ha. No. Dank u, majesteit. Graag gedaan.